Nee, hij is weer terug. Nee. Deze is kapot moeilijk. Deze hebben we al een keer eerder gezien. De Gibdo koningin. Ik word hier helemaal niet blij van deze koningin. Ja, ja, ja. Het is tijd om naar de Zoras te gaan. En ik ga eens kijken of ik vanuit deze uitkijktoren daar kan komen. Ik denk eigenlijk dat het niet kan. Het zou daar ergens moeten zijn. Nou, misschien als ze via deze berg gaan en dan die berg en dan daar naar beneden springen. Oh, en trouwens, voordat we verder gaan, druk even op die like-knop. En vergeet niet te abonneren. Dankjewel. Zouden de Zoras echt daarboven zitten? Nee man, de Zoras zijn het volk van het water. Ben jij hier ook om de voorspelling van de orakelende Kukko te horen? Ze komen altijd uit. Ga maar eerst als je wilt. Hallo, Kukko. Tok, tok, tok. De Suna. Oh, je kan ook echt praten. U bent op zoek naar prinses Zelda. Jazeker. Ik weet alles. Om te vinden wat u zoekt, moet u een aantal beproevingen doorstaan. Zal u deze beproevingen ondergaan? Oké. De eerste beproeving is om binnen de tijdslimiet naar de top van de paardenhoofd op deze stal te klimmen. Oké, is goed. Oké, ja. 3, 2, 1. Ik was op weg naar de Zoras, maar oké, prima. Ik heb 42 seconden. Oké, vliegen maar. Oké, kan ik dit halen? Ik heb geen idee. Nog 30 seconden. Hier op boog. Omhoog. 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 Klim je op. Link. My god, je kan overal op klimmen, behalve daarop. Je bent toch niet zo'n Henk? Come on. Kan je hierop klimmen? Ja? Nee? Link is een noobklimmer. Ik moet toch zweven dan vanaf ergens? Ja, zoek het lekker uit met je kippenkop. Daar heb ik helemaal geen tijd voor hoor. Gekke spelletjes van hem. Ik heb belangrijkere dingen te doen. Ik kan toch ook gewoon zeggen waar Zelda is? Waarom moet je allemaal van die gekke raadsels doen joh? Moet je de wereld redden hè? Gaat er een kip tegen je praten? En die kip die laat je nog opdrachten doen ook om erachter te komen waar Zelda is. Wie denkt die kip wel niet dat die is joh? Oké, maar dit ziet er wel cool uit trouwens. Daarboven is ook een tempel. Wow, wat is dit? Dit fort is helemaal overgenomen. Wow. Oh, daarachter. Kijk, daarachter is een zieke draak. Dat durf ik echt niet naartoe. Dat moet ik misschien later maar een keer doen. Dat durf ik nu echt nog niet. Ik heb al moeite met een insect. Laat staan met een draak. Oké, pak ik dit randje zo. Let's go, let's go, let's go, let's go. Hallo. Gekke konijntje. Piem. 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 Oh, oké. Dat was alles, oké. Nou ja, ik heb in ieder geval weer wat muntjes erbij. Jongen, even, wat is dit dan? Ik ben weer afgeleid, jongens. We zijn onderweg naar de Zoras, maar ik ben weer afgeleid. Dit is de grot van de Akala-vesting. Oh, wacht even. Hier zijn gekke monsters. Wat zijn dit voor maffe monstertjes, joh? Oké, misschien kan ik deze wel pakken. Oké, die hebben we, die hebben we. Cool, dit zijn horrorblins. Nog een horrorblin. Daarboven ook. Auw, jeetje! Oké, ik weet het niet zo goed. Ik word toch gesloopt gewoon door hun. Ja, jou heb ik nodig. Jou heb ik nodig. Dankjewel. Dankjewel. Oké, we gaan bijna. We gaan, ja, nu. Bam! Hoppakee. Cool, dat is één. Jou heb ik ook nodig, Yonobo. Pak die horoblin. Hotseflots. Klap hem. Oké, daar gaat hij. Zwarte horoblin hoorn. Zo, dit ziet er wel goed uit, ja. Horoblin hart. Nou, oké. Volgens mij kunnen we dit wel goed gebruiken allemaal. Maar mag ik nu dit kistje al openmaken of niet? Er zijn er nog meer vijanden hier. Ik voel me weer in de maling genomen, hè? Potverdorie. Ik zie daar trouwens nog breekbare blokken. Zijn nu alle vijanden... Nee? Ik mag nog steeds de kist niet openmaken, hè? Oh, hierboven. Kijk, daar is die. Daar. Hier. Hotsakidee. Hoppakee, pak hem, Yonobo. Hier, ik ga wel gewoon schieten, ja? Als jij hem gewoon slaat, dan vind ik het goed. Of jij, Ryu, ook goed? Oké, ik doe het allemaal weer alleen. Hé, mogen we eindelijk kistje openmaken. Beter zit hier wat goeds in. Nou, geef er maar een schop tegen. Nee, deze maken we wel netjes open. Een lange stok met een Sheikah zwaard. Klinkt goed. Dan mag deze weg. Oké, ik had hier net een opening gemaakt. Oh, kijk. Gekke beest is hier weer. Gekke bubbelbeest. Doei, gekke bubbelbeest. Boeboelkristal. Oh, nee. De vijanden komen weer bijna terug. Nee, niet precies nu. Nee. Ja, leuk Zelda. Goeie timing, dankjewel met die bloedmaan. Nu zijn zeker al die gekke horoblins weer terug hier in deze grot. Ja, dat dacht ik al. Oké, laat me wegrennen hoor. Hier heb ik toch helemaal geen tijd voor en zin in. Ik heb ze net verslagen, zijn ze weer terug. Oké, we gaan snel naar buiten. We waren tenslotte onderweg
naar de Zora's. En ik dacht dat het een leuk idee was om gewoon even deze tempelding te beklimmen. Want dan staan we straks knettertje hoog namelijk. En dan hebben we een mooi uitzicht. Klimmen gaat redelijk goed zo. Dat is een gek kasteel hoor. Hey. En hier is natuurlijk ook een tempel. En als we die activeren kunnen we voortaan hier naartoe warpen. De tempel van Domizuin. Zo, er staan hier ook allemaal kanonnen joh. Ja, en daar is dus het Zora domein. En daar is echt een zieke driekoppige draak. Yo, daar wil ik echt niet bij in de buurt zijn, gek. Ik denk dat we wel via die kant kunnen gaan. En dan daar de berg op en dan weer zo rustig gaan naar links. Als we het halen om daar naartoe te zweven, zou dat helemaal top zijn. Maar ik denk niet dat ik dat ga halen. Oké, we gaan het proberen. Ryu, let's go met je powers. Ik denk dat ik te hard afdaal. We gaan het wel proberen. Ik ga er in ieder geval recht op af. Nou, dit gaat best wel soepeltjes eigenlijk. Kijk eens hoe netjes we op dat platform landen. Holy moly. Zouden we dan hier ook gewoon lekker omhoog kunnen klimmen? Het is wel ver. Maar misschien lukt het. Ik denk dat ik een heel eind kan komen op het moment dat ik iets minder snelheid erin gooi. Met iets meer geduld kan je volgens mij hoger klimmen. Dat andere is sneller, maar dit is toch uiteindelijk beter voor de lange afstanden. Het is een beetje net alsof je een marathon aan het lopen bent. Dan ben ik dus heel benieuwd of ik hier een beetje mijn adem kan pakken. Kijk, een heel klein beetje. Ja, ik denk dat ik dit wel moet redden, toch? Let's go, Link. Let's go. Oh. Kan ik hier een beetje staan? Oh, ik ga op het allerlaatste moment nog een keertje zo springen. Ja, nee. No, ik was er toch. Ik was er. Oké, kijk, we zijn er. Cool. Nou, we hebben hier nog één kleine klim te gaan, zo te zien. Kijken of we dat wel met tempo kunnen doen. Ja, dit gaat denk ik net lukken. Klimmen. Goed zo. Oké. We moeten rechtdoor. Straks is het domein van de Zora's gewoon onder de grond, hè. Oh, kijk daar. Ah, we gaan wel de goede kant op, jongens. Ik denk dat dit helemaal goed gaat komen. Wat is dit voor gekke meuk op de grond, trouwens? Is het mos of is het... Wat is dat voor gek spul? Oké, laten we eerst even die toren gaan checken dan. En dan, ja, kijk, daar beneden linksonder zie je het domein van de Zora's al. Het is zo cool. I love it. Oh, we zijn er eindelijk. Ik vind het zo vet. Mijn favoriete volk uit Breath of the Wild. We zijn er eindelijk aangekomen. Kan ik hierop staan, op deze meuk? Oh, dit is inderdaad plakkerige drap gewoon, joh. Ik denk dat de Zora's daar straks wel over beginnen. Over deze gore plakmeuk. Hallo, de uitkijktoren van de Zorana hoogvlakte. Let's go. Kunnen we deze gewoon openen? Nee, hier zit dus ook vieze meuk. Oh, hier. Oh, kijk, hier is een Zora. Dit is Baas en die zegt, jij daar, help me alsjeblieft. Ik ben door het slijk bedolven. Blech, als ik wat water had, dan had ik het van me al kunnen afspoelen. Water. Oké. Ik denk dat ik dan naar de Zora zelf toe moet. Ik denk dat die water voor mij hebben. Tenzij in dit kistje water zit, maar... Ik kan deze ook gewoon niet pakken. Misschien is een Zora die ons kan helpen met water. Ik bedoel, ze hebben allemaal krachten van hun eigen stam natuurlijk. Ryu die heeft de kracht van de bliksem. Yunoba heeft kracht van vuur. En Tulin heeft kracht van de wind. Dus er is ongetwijfeld een Zora die de kracht heeft van het water. Even kijken hoor, gaan we de goede kant op? We gaan zeker de goede kant op. Het is namelijk hier beneden. Het koninkrijk van de Zora's. Ja, hun land ziet er niet zo mooi uit inderdaad nu. Een koninkrijk denk ik wel, maar het land eromheen is echt een beetje naar de klo-klo. Yo, kijk dit. Zie die gigantische vis daar. Een soort van, dat is hun troonkamer natuurlijk, die vis hier. Die hele lange brug, dat is denk ik de weg die je normaal aflegt hier naartoe. Ja, maar wij gaan gewoon springen. Wij duiken gewoon hier in het Zora Kingdom. Die meuk komt hier allemaal uit de lucht. Oh joh, de Lanaidu-bronnen. We zijn er. En ik ga ook hier denk ik maar even de tempel activeren. En dan gaan we eens rustig naar boven. Ik ga deze krab pakken. Ah, de krachtkrab. Zo, de tempel is geactiveerd. En dan gaan we naar boven. En dan gaan we eens kennis maken met de Zora family. Is Mifa hier ook? Dit is Chroma. Die zegt het spijt me. We hebben iedereen behandeld. Maar we zijn door onze voorraad watervruchten heen. Er waren meer gewonden dan verwacht. Mijn excuses. Maak je geen zorgen, jullie hebben goed gehandeld. Ik ben blij dat iedereen in het paleis buiten gevaar is. We moeten alleen nog wat aan dat standbeeld doen. Hey, oh, ben jij een reiziger? Het spijt me dat ik je niet heb opgemerkt. We waren diep in gesprek. We zitten hier in het Zora-paleis met een crisissituatie, omdat er slijk uit de lucht valt. Het ergste gevaar lijkt te zijn geweken, maar het paleis is nog steeds met slijk bedekt. Het standbeeld dat van grote betekenis is voor de Zora's is helaas ook getroffen. We hadden het er daarom net over hoe we het slijk kunnen wegspoelen, maar het spijt me dat we je momenteel weinig gastvrijheid kunnen bieden, maar maak het je desondanks gemakkelijk. Een standbeeld onder het slijk. Ja, dit is niet zo mooi. What up, Resco? Het is wonderbaarlijk dat je een weg hierheen hebt weten te banen door al de slijk.
Ja, het is veel meuk hier inderdaad. Hoe krijgen we dat er nou af? Ja, goede vraag. Maar Rot zegt, opa, we hebben een klant. Kom op, opa, hallo. Sorry, de hamerhaai, onze prachtige smederij is momenteel gesloten. Het gaat niet helemaal goed hier, hè. Ze zijn echt een beetje depressief ook allemaal. Heb ik trouwens een watervrucht? Ja, die heb ik. Als ik die nou eens aan deze pijl plamp en dan gewoon daar bovenop schiet, gaat dat... Kijk! Kijk eens. Is het opgelost al? Is het mooi? Heb ik dit gefixt voor jullie? Oh, dit geluidje. Woehoe. Je hebt het slijk van het standbeeld verwijderd. Dit standbeeld is een belangrijk symbool voor de Zora's. We zijn erg aan hem gehecht. Heel hartelijk bedankt voor het schoonmaken. Het standbeeld beeldt twee personen af die het Zora-paleis in het verleden hebben gered. Majestueus, vind je niet? Inderdaad, de Zora-prins Sidon. En zijn beste vriend, de beroemde Hylianse zwaardvechter Link. Hallo? Hallo? Zien jullie enige gelijkenis? Chroma zegt, ik zou Link wel eens willen ontmoeten. Hij heeft dezelfde lichaamsbouw zoals jij en de ogen lijken op die van jou. En hij is ook een Hylian en een zwaardvechter. Wacht, ben jij niet Link? Ik heb mijn haar een beetje anders vandaag. Maar ja, het is mij, Link. Onze excuses. Oh, maar dat jij Link bent. Oh, wat een verrassing. Sinds ik naar het paleis ben gekomen, is er geen dag voorbij gegaan waarop ik niet je naam heb gehoord. Ik ben Yona, de verloofde van prinses Sidon. Aangename kennis met je te maken, Link. Hallo. En Yona is dus de beschermster van de Zora's. En Yona die heeft gehoord dat jij en prinses Zelda vermist waren. Wat brengt je hier? Nou, ik ben dus op zoek naar Zelda. Ik weet niet waar ze is. Dus je zoektocht heeft je ook naar het Zora-paleis gebracht. Nou, inderdaad. Maar ik wil je eerst vragen om naar prins Sidon toe te gaan. Ik weet dat hij heel erg blij zou zijn om je het weer te zien. Prinses Sidon is in het Mipha-park. Op de Ploymusberg. Daar helemaal boven. Ja. Gaan we Sidon weer ontmoeten, jongens? Vrouw Yona, het is tijd. We moeten gaan. Mijn excuses, Link. Maar ik vrees dat ik nu moet vertrekken. Oké, Yona, tot de volgende keer. Maar als je prins Sidon hebt bezocht, kom dan langs in het sanatorium op de verdieping hierboven. Ik denk dat ik jou ook kan helpen. Oké. Dit wordt cool. Het is echt een beetje goor water hier zo. En dat gaan we de komende video's even oplossen. Dus dan gaan we daar ergens naar boven in de volgende video. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Knal de duimpjes omhoog en abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik je in de volgende video in dit prachtige Zora-domein. I love it! Mazzel!